Hey, als je de podcast niet leuk vindt, hou niet lama. Kijk eens lekker man, bro. Oh, politie, even rechts het allemaal. Gordelom. Het is een kleppend hoedje. Hoezé, weer een nieuwe podcast. Weer twee illegale buitenlanders. Dit keer in Rotterdam, Mos. Nessim, wat leuk je weer te zien. Ja, lekker, man. Fijne, ik Mos. Moet wel zeggen dat sinds zeg maar, die podcast van Leiden hebben we onze handshake niet meer gedaan. Oh, de oeh. Ja, man. Lekker, je hebt gelijk, ja man. Een handshake, man. Kom op, handshake, man. Ja, we zijn vandaag in Rotterdam. Waar het allemaal begon. Ja man, lijnbaan man. Goddamn man. Veel shit hier gebeurt, man. Ja, maar ja. Dat wil ik ook vragen. Waar zeg maar, op TikTok zie ik allemaal shit voorbij komen dat mensen zeg maar Rotterdammers echt belachelijk maken rondom die hele mos toch? Of wanneer je gaat daten met een Rotterdammer. Oh ja, ja, en dan, ja, ja. Mos, boemtranga, dit, ja, dat zeg maar. Ja. Is dat echt hoe mensen praten hier? Yousu. Ja, jawel. Wel. Ja, de jeugd vooral toch? Ja, Lana, dan misschien komen we er vandaag wel achter waar dat vandaan komt. Nee, Mos, Yousu Tranga. Ja, man. Nou, ik had dus zaterdag had ik dus basketbalwedstrijd. Oh, shit. Ja? En ik heb mijn average points, heb ik, je weet toch, mijn average was eigenlijk gewoon 2 of 4 punten. En ik had deze week 9 punten. Psst, verdubbeld. 9 punten en ik had een sleeve aan. Dus oh, ik shit. Wilkens ook tegen mij zeggen, het komt door de sleeve. Hij zegt, door de sleeve ben je beter gaan spelen. Maar ik heb dus mijn eerste buzzer beater geraakt. Bro, oprecht, zeg maar, ik kan stoppen. Mijn droom is uitgekomen. Ja, in principe kan je gewoon stoppen met basketballen. Bro, oprecht, dit was mijn droom. Stop met basketballen. Nee, dit was echt mijn droom, bro. Ja, hard. Bro, eerste quarter, de laatste anderhalve seconde was er nog. En van de zijkant, die bal komt opeens bij mij. Ik had hem niet verwacht. Ik denk, hij gaat hem naar center geven. Je weet toch. Opeens, hij komt bij mij terecht. Ja. Ik heb hem. Ik schiet 3. Ging het niet in slow motion? Bro, het ging echt in slow motion. En hoe hoeveel had je uiteindelijk gewonnen? Nee, we hebben verloren. Ja, 10 punten verschil verloren, man. Goddamn. Mensen van productie zeiden dat we zeg maar onze eerste gast moesten fixen met dit ding. Klinkt vies. Dus ik rij hem zeg maar gewoon een beetje. Ja, rij hem. Oh, kijk uit voor kinderen. Oh, panna! Oh, shit! Oh, door je benen, neef! Hij is bang. Hij zit. Is hij het? Ah, echt een kut. Vaka, bro. Vorige week was het al een kut idee. Want vorige week al kut. Ja, man, alles lekker. Ja, toch? Kom je gezellig erbij zitten? Ja, waarom niet? Lekker, man, bro. Zo. Met wie hebben we het genoegen? Timon! Ja, man. Hi. Nice. Ik had vroeger een jongen in mijn klas, die heette Timon. Oh. En toen gingen we zeiden, waar is Pumba? Dat was dan dat ding. Ah. Dat is echt de eerste keer dat ik die heb gehoord, man. Nee, natuurlijk niet. Ja, nee. Timon, ja. Nee, natuurlijk niet. Man. Timon en Pumba, man. God, ik heb ook vaker meegemaakt. Mensen komen dan naar me toe. Zeggen, hoe heet je Timon? Dan gaan ze opeens Hakuna Matata. Gaan ze die zingen? Ah. Yeah. Omdat je ook een tata bent? Nee, man. Kroaat. Oh, nee, joh. Nee, joh. Zemo, kako si. Ik ben niet Kroaat. Hij is ook uit Kroatië. Nee, jij bent Albanees. Albanees. Ja, wat zei je? Bijna Bulgaar, zeg maar. Albanees. Dat komt er hem. Ja, weet je, die hebben zo vaak dat je dat net wel Pol, laatst ook in Tilburg. Ja. Oké, okay, shit. Ja, maar, en wat ben je aan het doen dan? Ik ben aan het recruiten. Recruiten? Ja, wat recruit je dan? We zoeken nieuwe collega's voor om zonnepanelen te verkopen. Lekker man. Ja. Oké, ja, maar dit is gewoon je bijbaantje. Ja, man. Oh, lekker. Maar wat doe je daarnaast? Gewoon studeren? Ik heb mijn eigen onderneming. Oh, ja, man. Money. Zo is het. Ja, wat doe je dan? Money nog niet echt, maar ik heb mijn eigen videobedrijf. Ik maak documentaires, promotievideo's, videoclips. En ja, ben je getrouwd? Heb je iets? Ik heb een vriendin. Ja. Je hebt een vriendin? Hoe lang al? 2 jaartjes. Oh, 2 jaartjes? Ja, niet ring erop? Nog niet. Als het aan haar ligt misschien wel, maar ik hou me nog even gedijst. Is zij ook Hrvatska? Geen Hrvatska, Indonesië. Oh, gek. Ja, dus man. Als jullie dan kinderen krijgen, krijgen jullie... Half Kroaat, half Indo. Indo. Ja. Oh, ja, man. Kroindo. Kroindo. Grindo. Ja. Maar wat is zeg maar een typisch
is het Kroatisch? Kroatisch. Ja. Kroatisch, toch? Of Kroatisch? Kroatisch. Kroatisch. Wat is, nee, niet Kroatisch. Wat is een Kroatisch, zeg maar, trouwfeest? Wat is een... Oh, politie, even recht zitten allemaal. Gordel om, gordel om. Gordel om. We hebben ons gordel om. We hebben ons gordel om. Ja. Maar Kroatische trouwfeest, zeg maar. Wat is typisch... Wat is een beetje traditie bij jullie? Het is niet echt een Turks trouwfeest. Het is niet dat alle families worden uitgenodigd, vrienden, al die dingen. Het is vaak best wel wat kleinschaliger. Mm. Yeah. Maar bijvoorbeeld laatst hebben we een trouwfeest gehad. We hebben wel een heel eiland afgehuurd. Hebben we daar gewoon een dikke party. Oh ja, dat is wel kleinschalig, ja. Maar dan gewoon met 30 man, dus... gewoon een beetje kleinschalig. Een eiland afgehuurd en boten. Ja. Wat zou je uitgeven aan een trouwfeest? Wat is ja, het is natuurlijk wel één feest die je voor de rest van het jaar gaat onthouden. Dus de rest van het jaar, daarna vergeet je het. Nee, voor de rest van je leven, sorry man. Voor de rest van je leven, sorry man. Nee, ik denk 50.000. 50 doezoe? Weet ik veel, ja bro. Ik heb er nog nooit naar gekeken. Ik heb nog nooit gevraagd hoe duur dat is. Nee, je bent gek bro. Dat maar normaal, als ik die money zou hebben... Ja, als je het hebt, is anders bro. Maar ik zou niet zeg maar... Zeg voor je hebt 60 kop gespaard. Dan zou ik niet 50 uitgeven aan een trouwfeest. Nee. Dat is overdreven man bro. Oké. Okay. Ik ga je een verhaal vertellen bro. Mattie van mij, die had een keer een trouwfeest, ja? Ja. Zijn eerste trouwfeest. Ja. 80.000 euro heeft het gekost. Ja, zijn vader heeft winkel verkocht. Alles voor die trouwfeest. Gewoon Turken. Je weet toch, Turkse trouwfeest. Gek. Ja. 80 doezoe, alles bro, doet dus en bellen bro. Een jaar later gescheiden. Ja, ik ken ook zo'n doezoe weg. Snap je wat ik bedoel? Dus zeg maar, aan het einde van de dag, tuurlijk het is leuk als je die money hebt. Zeg maar, je bent miljonair, prima, doe wat de fuck je wil. Maar als je net begint, ik zou niet gek doen man bro, 50 doezoe. Doe bro. Maar bro, veel succes met alles wat je doet bro. Thanks man. En als je gaat trouwen, let op je centjes en nodig ons uit. Ja, man. Doe man. Thanks man bro, loop maar rustig aan hè. Als ik aan Rotterdam denk, dan denk ik aan QC. Maar Rotterdam is zeg maar, ik weet niet man, het is zeg maar een cultuur. Ja. Volgens mij heeft Rotterdam de meeste soort van mensen. Mm. Nice. Gewoon zeg maar een mix Rotterdam van mensen. Rotterdam heeft de meeste mensen zo. Welke wat voor eten is Rotterdam? Zo, jij bent wel echt Rotterdam. Echt Rotterdam? Ja. Surinaams? Warung Mini is echt Rotterdam bro. Wat? Warung Mini bro, dit is die Javaanse toko. Nou ja, Warung Mini, breng maar. Warung Mini. die andere in West, shit, hoe heet die nou man? Ropram Rotti bro. Oké, maar typisch Rotterdams eten bro, dat was typisch Surinaams. Dat is lekker jongen. Kom je er ook bij zitten? Ja, zeker. Zal ik deze even overnemen? Ja, kijk, je mag eentje pakken. Oh, kapsalon! Ja toch? Jezus! Oh shit! Waar komt dit vandaan? Deze. Van Rotterdam, bro! Ben jij degene die de kapsalon heeft uitgevonden? Nee, dat niet, maar... Oh. Pak eentje. Ja, eentje voor jullie. Oeh, en eentje kaas, voor jou? Bro. En eentje voor mij natuurlijk. Ik maak vette kaas, Niffo. En jij dan? Ja, ik eet met jou samen. Oh ja, ik hoor je. Kijk, mijn kapsalon hoort altijd Ayran. Oh, natuurlijk man, Ayran, hallo. Oké, maar wat is dit soort van de beste kapsalon van Rotterdam? Nou, naar mijn mening vind ik dit de lekkerste. Maar de kapsalon is eigenlijk ontstaan in Delfshaven, bij Ella Viva. En jullie kennen het verhaal toch, of niet? Ja, over dat die snel naar de kapper moest en snel alles in de eetbakken. Nee, andersom, die kapper die moest snel eten. Nee, dus die kapper die had snel een hap nodig en die ging dan naar die shawarmazaak. Ja, die is lekker toch? Hij kijkt heel serieus. En die zei, doe maar kapsalon. Dus zo is dat ontstaan. Gewoon een snelle hap. En dan kon hij weer verder, toch? Ja, dat is vet. Ja. Dat is een vet verhaal, ja. Grappig dat, zeg maar, Rotterdamse trots is een soort van Turks. Turks. Uiteindelijk wel. Maar nu ga ik wat zeggen, toch? Nu ga ik wat vragen, toch? Er is ook een gast in Amsterdam die hetzelfde zegt. Wat? Hoe zit dat? Wat dat de kapsalon van Amsterdam is? Er is een hele rel om ontstaan. Vertel. Nou, ze hadden dus blijkbaar bij een zaak in Amsterdam, hadden ze voor de deur gezet. Ja. Amsterdam specialiteit. Kapsalon. Nou, dat was een online rel is dat geworden. Ja. Maar hij is ontstaan in Rotterdam-West. Ja, toch? Ja, Delfshaven. Ja. Wat grappig is dat zeg maar die hele kapsalon een soort van Turks en komt uit Nederland of Rotterdam, bla bla. Maar in Turkije kenden ze die shit eigenlijk nooit. Ja, in China kennen ze ook geen bami of nasi, bro. Jawel. Wat het is met die Chinezen, kijk, je hebt de vernederlandste Chinees, toch? Met die babi pangang. Wacht even. Die kennen ze daar niet. Alles wat je na die zin zou zeggen, zou echt gewoon van jou kunnen zeggen. Hey, weet je wat het is met die Chinezen? Kijk, toen met rond de jaren 60, toen de eerste Chinezen hier kwamen, pas op. Zeg maar. Ja. Nou, die waren er eigenlijk al eerder hier op Katendrecht. Ja. Is er voor de Nederlandse consument toen een soort Chinees menu ontstaan. Dus dat is die babi pangang met die zoetzure saus. Ja.
bijvoorbeeld bepaalde kip curry's. Maar die echte traditionele Chinese gerechten, die serveren ze niet. Nee. Ah. Dus dat is echt voor de Nederlander gemaakt. Hebben ze dat gemaakt. Ah, en het grappige is van die babi pangang met die zoetzure saus. Ja. Die smakenpalet is eigenlijk hetzelfde als een frikandel speciaal. Want dat is geroosterd varkensvlees met zoetzure saus. En dus daarom is die Nederlander zo hype op die babi pangang. Dus om het voor de Nederlander zeg maar meer smaak te hebben. Ze dat aan een frikandel soort van geleerd. Klopt, ja. Yo. Die Chinezen zijn slim, vriend. Dankjewel voor de kapsel. Dankjewel voor je dankjewel, expertise. Lekker man. En een lekker geschiedenis man. Van Rotterdam. Waar kunnen we deze lekkere kapsalon eten? Has. Sluikreclame. Has. Lekker bij de has, jongen. Dat is pas echt Rotterdam. Ja, bro. Misschien is dit wel een echte mos. We kunnen het vragen. Faka, bro. Kom erbij zitten, bro. Ja, toch. Wie heeft het genoegen? Gilly, man. Gilly. Gilly IJs. Gilly IJs. Ja toch, artiestennaam man. Oh, nee. Waar komt IJs vandaan? Kijk, Mortal Kombat. Ja. Die oude game, je toch, mijn lievelingspoppetje was Sub-Zero toch. Mm. Oh ja. Ik weet niet man, toch IJs. En je rapt? Ik zing man. Oh, je zingt? Ja man. Oh shit. Ben jij zeg maar een echte Rotterdammer? Kom je hier vandaan? Ja man. Geboren en getogen? Hoogvliet man. Hoogvliet, dat ben je wel echte Rotterdammer. Hij woonde achter mij man. Ja? Ja man. Goeie. Als je... zeg maar, ik weet nooit wat ik met dat soort informatie moet doen. Ja, broer, ik snap. Wat dat voor gordijnen had hij? Ligt hij in zijn raps of is hij echt? Nee, maar hoe heet het? Zeg maar, waar komt zeg maar die hele Boenkaka, Mos, al die shit? Zeg maar, iedereen op TikTok Yuzu. Doet die shit nu toch, Yuzu, al die dingen. Is dat zeg maar echt Rotterdams? Het woord Yuzu? Ja, gewoon al die woorden. Mm. Hoe ze zeg maar Rotterdammers nadoen op internet, is dat echt Rotterdam? Of doen ze het overdreven? TikTok. Bro, broer, moeilijk man. Ik zeg je eerlijk, ik ben niet zo actief op TikTok en zo man. Nee? Dus, nee. Bro, je bent artiest man. Je ja, moet... ik ben pas begonnen met dat man. Ah, okay. Ik zeg je eerlijk, maar als je vraagt, mijn woorden zoals Yuzu en zo toch? Ja. Yeah. Broer, het komt overal een beetje van Nederland vandaan man. We nemen veel van Dummy over. Ja. Yeah. Broer, Gebruik jij het ook in je dagelijkse vocabulaire zeg maar? Yuzu en zo, jawel ja. Man. Mos. Mos ook soms. Ja? Ja, man. Ja, raar, maar ja, man. Wat betekent mos? Wat is mos? Mos is gewoon... Zoals bro. Caverdiaans, mos of niet? Ja, is Caverdiaans, man. Maar mos is zeg je net als gewoon niffel of zo. Oh, zo'n faka bro, faka mos. Als bro, ja toch. Mos. Mos. Neef. Faka mos. Faka mos. Mos. Faka neef. Faka bro. Ja, man. Maar je bent geboren en getogen. Ja toch. Hoogvliet. Ja, toch. Ja man. Zalmplaat. Bangladesh. Zalmplaat, man. Ja, man. Ja, Hoogvliet en Zalmplaat zijn twee verschillende plaatsen, hè. Oh, echt? Maar is één. Oh, dat wist ik niet. Ja, man. Oh, ik dacht dat Zalmplaat zit in Hoogvliet. Nee, zeker niet. Het zijn twee aparte plekken, man. Nee, man. Heel dicht bij elkaar. Je hebt ook gewoon twee aparte stations gehoord. Je hebt Hoogvliet, Zalmplaat, Spiekri. Ja, toch. Het is gewoon een station. Maar Spiekri is niet, weet toch. Is niet, hoort niet bij ons. Oh, dit. QC just joined the chat. QC just left the chat. Weet je wat, Spiekri is eiland, toch? Er zijn ook geen Rotterdam. Is het een eiland? Nee, toch. Oh, dit. Is het echt een eiland? Is in principe wel. Oh, heftig. Want je gaat ook over een brug om daar te komen. Dat klopt. Snap je? Dus dat is het eilandsysteem. Dat is wel zo. Ja, toch. Maar... Ik merk wel in Rotterdam de laatste tijd echt steeds meer echt junks op straat, hè. Gewoon echt, bro, West? Ze lopen gewoon als zombies gewoon zo op straat. Is lijp, bro. Door wat ik snap komt het dat? Ook niet. Snap door wat ook komt niet. Dat, denk je? Ik denk money. Money? Als in, zeg maar, mensen hebben geen money, bro. Ja, zeg maar, waar dus worden ze gelijk junkie gewoon. Ik weet niet, bro. Dat is moeilijk, man. Waarom worden mensen junkie? Misschien waren ze er al lang, bro. Maar ze waren al lang junkie. Misschien maar ze waren niet op straat, zeg maar. Misschien dat. Ja, misschien. Maar ze zijn junkie geboren, wil je zeggen. Zeg maar. Ik wil echt weten wat dat is. Maar dan kom ik crack eruit. Kijk, als je maar crack gebruikt, dan kom je junkie eruit. Dan krijg je crack baby. Ja toch. Broer, dat is het enige wat ik kan... Kijk, hij praat over junkie geboren, bro. Dat is het enige waar ik aan kan denken, bro. Dan ben je junkie gelijk van de start, bro. Gelijk crack gebruiken. Bro, als ik nee denk aan nee crack, pap. Baby. Ik moet denken aan Dave Chappelle, toch? What you doing there, baby? Crack, baby. Oké, maar je maakt ook muziek. Ja. Je zingt. wat voor stilo heb je een beetje? Ik denk ook een beetje urban, R&B. Ik rap ook wel een beetje, maar ik ben niet echt skilled of zo. Gilly Ice, Neverland, klein stukje. Hey, dit is hard.
gewoon geen OnlyFans bij je OnlyFan. Next best. Hey. Niks best. Oprecht. Niks best. Het klinkt hard. Daarom, bro. Promo hoor je. Promo in zijn man. Heel hard, heel hard. Lekker, heel hard. Man, bro. Waar kunnen mensen jou vinden? Spotify, Gilly Insta. Gilly Ice. Spotify is, op Spotify heet ik Gilly Ice. Man. Ik wil je bedanken. Gilly Ice. Ik vond het leuk om je te leren kennen. 100. Succes met alles wat je doet. En wie weet zien we je in de toekomst nog meer, man. Wie weet, man. Let's go, man. Tuurlijk, man. Kaka, bro. Wil je joinen? Man, kom met Super Saiyan kapsel hier. God damn. Wat is je naam? Joe. Joe? Joe. Joe. Yo. J-O-L, gewoon Joe. Oh, Joe, ja toch. Oh shit. En zeg maar, wat is je afkomst? Joe Rogan. Chinees, man. Chinees. Heb je zeg maar ook een Chinese naam? Ja. Wat is dat? Welke? Cantonese Mandarijns. Oh, heb je twee namen? Heb je twee namen? Ja. Wat is je Cantonese naam? Okaito. Hoe nog een keer? Okaito. Okaito. Ja. Okaito. En wat is, ja, ik kan het. Ik weet het. En wat nog? En wat is die andere Mandarijnse? Kertito. Kertito. Oh, dit! Get it, oh, dit. Bro, ik zou zo graag Chinees willen leren. Yeah. Kan je mij iets leren in Mandarijns of Cantonees? Gewoon iets simpels. Oh, yeah. Mijn voet stinkt. In Cantonees? Ja. Mokyo Tao. Mokyo Tao. Dat is zo goed! Maar zeg maar, oké, okay, Cantonees is wel, dat spreken de meesten toch? Nee, in Nederland? Mandarijns. Oh, Mandarijns. Oké, okay, dan wil ik het in Mandarijns weten. Mokyo Tao. Oh, ciao, het zal. Ja, lekker en dat, man. En dat betekent mijn voet stinkt. Ja, man. Downy Lama. Een Downy Lama? Wat is dat? Nicky Moody. Nee, joh. Ja. Dat kan je niet zeggen tegen iemand, toch? Downy Lama? Downy Lama. Downy Lama. Ja, ja, ja. Downy Lama. Hé, hey, als je de podcast niet leuk vindt, Downy Lama. We hebben het vandaag al gehad, zeg maar, over een Indonesisch en Kroatisch trouwfeest. Oh ja, de multiculti. Wat is een Chinese trouwfeest? Hoe ziet dat eruit? Maar hebben jullie, zeg maar, ook een traditie? Oh, de, wat echt alleen jullie doen, zeg maar. Ja, de vrouw moet dan gewoon in een rode jurk alles. Gewoon in helemaal rood. Oké, okay, rood, ja. En 24 karat goud varken, want het ongeveer... Ja, een varken? Ja, van die ketting. Ja, ja, zo'n gouden varken. Ja, dan ongeveer 6. En waar staat een varken voor dan? Voor geluk, nee, rijkdom, gezondheid, voor goed gaan met je gezondheid later. Ja. En welzijn. Oké. Okay. En rood betekent voor geluk. Rood is geluk? Ja. Oké, okay, en wat moet de man aan? Gewoon, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Gewoon een pak. Gewoon maar pak dan aan die man, die is fokt op in de avond. Wat dan? De Maotai van ons moet die, als stel voor, een Duitse man komt op je bruiloft. Ja? Moet je Duitse shotjes doen, maar de Maotai is 62% per shot. Oh. En hoeveel shotjes moet je nemen dan? Zoals ik zei, als stel voor, komt Duitse man, 1000 shotjes. Maar dan ga je dood. Ja. En die man gaat... Hey boy, dat is gaan, man. Gaan, Joe, man, dankjewel, man. Joe heeft ons veel geleerd. Joe heeft ons veel geleerd. Downy Lama. Kijk, kom gezegd erbij. Hij ziet er ook uit als buitenlander. Je bent lang, hè? Wat ben je? Wat ben je? Waarom lach je zo? Ja, maar mag niet prijs zijn, hoor. Ja, wat is je naam? Ibrahim. Ibrahim. Oeh, wacht. Oké, okay, wat is zijn afkomst nu? Ik denk twee dingen. Hmm. Nee, drie. Hmm. Ik denk of... Ja, niet Turks, man. Je bent geen Turk, man. Hmm. Marokkaan of Tunesier? Oeh. Ik zou zeggen, raad het maar. Algerijn. Oeh, goeie. Hij is ook een beetje een boef. Ja. Wat wil je? Wel Afrika. Ja, tuurlijk. Noord-Afrika. Noord-Afrika. Okay. Marokkaan. Dan ga ik voor... Ja, Marokkaan. Gewoon Marokkaan? Voelie. Gewoon Marokkaan. Gewoon. Gewoon. Nu de hele dag al over trouwfeest gehad. Wat is een Marokkaans trouwfeest dan? Oeh. Hoe ziet dat eruit? Wel, vrouwen moeten iets van 7 jurken dragen, toch? Ja, maar klopt, man. Dat is gek, hoor. 7 jurken. Elke dag een... Nee. Op je doet meerdere dagen ook, toch? Nee, één dag, man. Oh, één dag? Ja. Drie, toch? Nee, maar voor het trouwfeest is het nog henna. Het is nog hennafeest, ja, precies. En dan op die trouwfeestdag moeten ze ook met jurken wisselen en zo, toch? Ja, maar klopt. Gek, bro. Gaan ze ook allemaal huilen, de vrouwen? Doen ze dat ook? Nee. De Albanese doen maar ze dat. Doen wel zo'n liedje zingen, toch? Ik kan hem niet zingen, maar... Doe hem eens. Kijk... Die met die lange... Oh. Oh ja, dat heb ik ook wel eens gewoon, ja. Wat zingen ze dan? Ik ken wel één nummer. Tak tak zitona heb je mijn mimuna tira cuisina tazia tezitona. Is dat een trouwfeestlied? Nee, ik weet het niet. Ik heb het gewoon een keer geleerd. Oh. Okay. Maar die moet je echt nooit zinnen bij Marokkaanse ouders of opa's. Geloof mij nou maar. Die ga je echt slopen. Hij kikt de cola daar.
Hij zegt zinnen. Wil je nog iets zinnen of ga je weg? Nee, natuurlijk. Sowieso niet. Dat kan wel een beetje rappen, maar... Rapt? Wat wil je freestylen? Wat is het eruit? Wat wil je doen? Nee. Weet je wat? Ja, toch? Spit één verse foutloos van je favoriete rapper. Je krijgt nu een banko van me. Hoort hè? Nu gelijk. Ik join je, ja? 25. I got you. Ik denk, je legt nog een banko erbij. Nee. Ik join je, bro. Oké, is goed. Ik heb geen geld. Is goed. Daar komt een bijs toe en dat is wanneer ik ben op de vlucht. Dan allemaal boys pushen trekken voor andere druk. Rennen voor hetzelfde geld voor de andere druk. Maak tijd voor mijn moeder en voor andere druk. Geef hem 10%, zeg bedankt voor de klus. En als je iets zo bent, zeg bedankt voor de rust. Laat je niet breken. Nee, ook niet door de police, man. Bij tijd klas gestuurd. Ik kon sowieso gaan vluchten vroeger veel, maar ik heb het geflikt, man. Ja, kon nooit naar buiten, want binnen daar zit aan. Spijt me de fuck, want de show vond ik niks, man. Mijn eerste rapport kreeg ik pas in de prins. Zat, vind nooit basic. Ik had basic, ging de straat op en daar bleef ik, dat het laat op. En dan geef ik alles aan mijn ma, wat voor haar, man, ik leef. En zo naar boef, man. Ja, maar nu ben je 50 euro kwijt. Dat klopt. Kijk, is lekker, man, bro. Kijk, heb je ook iets verdiend? Ga je niet checken, rustig aan. Fijne dag, love, man. Zo, ik wil 25 euro voor jou. Ik ga een tikkie sturen. Brian zegt zinnen, ik denk hij gaat nooit een 16 kunnen spitten. Kan niet praten? Dat is wel rimpel, joh. How are you? Hallo, Sojuk. Hier is Big. Is even zwaar als ik, man. Je bent braaf, hè? Have a nice day, hè? Thank you. Hij wil niet weg. Hoe gekke kast toe, bro. Zeg je nou kom met je dikke kontje? Zeg, ga met je dikke kontje, ga. Je hond eet sowieso Kosso Nutrition, bro. Geen grote hond. Dit was Kosso van de honden, zeg maar. Hou. Hey! Vakken, bro! Vakken, kom zitten! R tot de O, gewoon raar. Oh, mijn! Wat doe je hier, bro? Ja? Wat doe je hier? Ik zal onderarmer halen, man. Onderarmer? Ja, ga je voor betalen? Oh, de prijs is net 50 euro kwijtgeraakt, bro. Ik ben een banko kwijt, bro. Gek. Je hebt echt kleine voet. Je liegt. Zet je voet op mij. Je hebt ook wel een redelijk grote voet. Hij maakt dit aan deze man. Bij mij valt het wel mee, toch? Het verschil. Frans op de beat. Het valt nog wel mee. Frans op de beat. Maar fuck het dan, hoe is het leven? Ja, natuurlijk. Gaat goed. Ja, gaat goed? Ja, gaat goed. Waarom zet je die ding op alsof je een 16 gaat spitten? Moet ik een 16 bar spitten? Ja, spitten. Waarom kijk ik al deze mensen, zeg maar? Is een vlog of zo? Dierentuin geworden, bro. We zijn hier gewoon. Maar wat wil je spitten? Ga je spitten? Ja, ga voor jullie spitten. Zet een beat. Welke ik kan beat, beatboxen voor je. Frans hier op de beat. Ik ben met Nessim, die is Fries. En je mag... Chop het, oké. Papi chulo, chulo. Kameste, rette, voste. Lekker, man. Doe nog een keer. Doe nog deze. Dale, meste. Ho, dame, meste. Hij weet niet wat hij zegt. Dale, mente. Testare. Nee, wat doe je? Nee. Dat is de snelheid. Die is het zalle, hè? Klaar, Tampe. Oké. Dat is het. Moet ook dansen, ja? Ja, toch? Testare. De kastje kan ik niet zo. De gaten kotten. Zalle, kosterte. Nee, dat is niet die beat, bro. Jawel, bro. Hij gaat... Scurritory. Hij doet het wel goed, maar... Hij doet het niet goed. Shit. Nee, maar je hebt gelijk. Ik doe het niet goed. Maar wat brengt jou in Rotterdam, bro? Wat doe je hier? Is mijn stad, man. Ik hoor je. Ik hoor je. City. Ik ga van Rotterdam. Ja. Als zo'n Nessie. Weet je waarom? Ga je niet zeggen. Ik zag een tory op TikTok, broer heeft mij geraakt. Wat dan? Hoe je zeg maar, hoe je ruw je bent met je vrouw, man. Ah, love. Man. Nee, ik heb hem op Snapchat gezet. Love. Ik zweer. Love. Ik vond het echt lauw, man. Dank ik heb ook doorgezien naar Chima. Ik zeg, ja, kijk, zie je? Zo ben ik ook. Zo ben ik ook. Lekker. Nee, ik kom niet. Ik kom niet naar Chima. Ik zeg.
Ik zeg, kijk, zo hoort het ook. Zo kan het ook. Ja, zo kan het ook. Hé, smel Coco. Coco is mijn nippel. Coco, hola, hij is mijn nippel. Voilà, ik ken mensen. Frazi, doe beat, hij gaat spitten. Hola. Ah, is cool. Doe. Ja, oké. Maar geef hem die koptelefoon. Ben je rapper? Rap even. Frazi, op de koptelefoon. Geef hem die koptelefoon. Nee. Fuck. Ai. Die Gaza, doe die Gaza. Hij zet zomaar zijn oom op deze stoel. Hij zegt jalla rap. Mag ik introduceren? Yes, Willy Batman, dat is aan mij. Dat is waar je gaat zo net. Willy Batman, ik heb er daarvan. Yo, money ya for Max. What me say? Money ya for Max. Yo, money ya for Max. Every day we also feed the PS check. Everybody want your money, take nobody me. Everybody know we na Batman fee. Chidi gali gum, we na can sell me. This money come, we na can sell. Yo, Rotterdam, Rotterdam. Lekker man, dit is zo gaaf. Hey broer, mijn mensen nog vijf minuten. Ze gaan zitten. Waar kom ik? Wie is dit? Het is mijn nippel, hoor. Het is een nippel. Waarom ken je al deze mensen? Nippel. Stel me even die vraag bij die toren waar je draait. Wat rat? Ja, durven. Oké, wat staat er op je rekening? Ah broer, hola, mijn baby mama kijkt ook. Hoe vaak scheer je je schaamhaar? Ik heb die toren bij Ethos gekocht. Die toren, hij glijdt er weg. Maar hoe vaak scheer je? Mooi. Niet één keer in de week, één keer in de twee weken, één keer in de maand, één keer in het jaar. Soms is het wel vol hier. Soms. Ja. Ben jij ook hier? Soms is die vol. Af en toe krult het, zeg maar. Ja, man. Ja, je rasta en zo. Ja. Wanneer heb je voor het laatst afgetrokken? Hey! Goeie vraag, zo praat goed. Ja. Jij wilde dit. Rakken. Dat is een goede vraag. Net. Even kijken bij die internetbroeser. Ja. Hoe die broeser? Broeser? Browser. Hoe die door die internet? Black. Latina. Dominicaan. Black. Laatst was ik in Polen. Ik ben grappig. Ik in Polen. Ja, dat is een knappe vent. Ga je klaar? Grote lul. Oké, laatste vraag. Maar een goede vraag. Wie is de lelijkste in je familie? Is je Mattie? Zijn mond stinkt normaal. Mattie, familie bro. Oh, familie. Wie is de lelijkste in je familie? Bloedfamilie. Ik heb die tante met 12 rasta's. Kijk, je gaat niet. Nee. Ik ga je niet zitten. Nee. Darko, mag ik jou bedanken, bro? Nee. Love, hè? Dikke ass naar Darko, man. Dikke ass naar Darko. Jouw Iron en Cola. Love you, man. Papi, bro. Rustig aan, bro. Dat gaat een TikTok zijn. Nou, Frasens. Rotterdam. Rotterdam, het was oprecht gezellig. Het was echt oprecht gezellig. We hebben gelachen, we zijn veel dingen. Goed volk. Veel nieuwe. Tonee Lama! Ja, die hebben we geleerd, man. Die ga ik nooit meer vergeten. Mijn voetsting ben ik vergeten, maar zodra ik het weer terugkijk, weet ik het wel weer. Sowieso. Maar Roffa was gewoon gezellig, man. Ja, man. Nou. Roffa, we love you. Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, te subscriberen, te reageren, te scheren, en te interpreteren. Ik hou van veren en zinnen. Dank je voor het kijken. Joe. Ik zeg paar weken eruit. Oh ja. We zijn er een paar weken uit. Naar welke steden moeten we gaan? Laat het weten in de comments. Je weet, kom naar jouw stad en misschien ook helemaal niet. Ja. Ja, doei. Is het wel, ja. Je favoriete show.